Hoi allemaal, ik ben er weer. Maar deze keer met de Glossybox. Die heb ik gisteren binnengekregen. Dus ik denk, nou, ik ga vandaag het filmpje maken. Hij is heel glimmend zacht roze. Ietsje zachter, ietsje donkerder roze dan normaal. En ik heb hem alvast uit de overdoos gehaald, want ik was heel nieuwsgierig naar de doos. Het ruikt wel heel erg lekker. Dit is het. Een groter strikje dan normaal. En dan heb je de dingen. Daar ga ik nu even niet in kijken. Kijken of dat lukt zo. Dit zit erin. En dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Dan pak ik deze. Dit is de cognacspons. En die pak even dat ding erbij. Dat is misschien wel zo makkelijker. Cognacspons. De cognacspons. De camia cognacspons zal de huid exfoliëren, zuiveren en diep reinigen. Daarnaast stimuleert de cognacspons de doorbloeding en de herstel van uw huid. Nou, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik kan even laten zien. Hij is knoert hard, maar dit is hem. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ja, ik ben benieuwd. Als jullie hier een review over willen zien, dan hoor ik dat graag. Maar ik ga hem zeker testen. En het volgende is wat ik zie, een sample zeep. De Dead Sea Mud Salt Zeep. Deze. Een beetje... Ja... Lijkt bruin, maar ik moet het schijnbaar zwart voorstellen. Ik weet het niet. Hij ruikt niet echt lekker. Oh, die cognacspons die kost €9,25 een full size. En deze is €12,30. Totaal verfris. Alle natuurlijke ingrediënten zorgvuldig met de hand geselecteerd tot de perfecte gebrachte handgemaakte zeep. Nou, het is altijd wel leuk voor in de wc of in de douche neer te leggen voor je handen te wassen of hier in de keuken. Dus het komt altijd wel voor pas of voor wat anders. Je weet maar nooit. Dus deze. En dan heb je de make-up cleansing tissues. Deze. En cleansing tissues, de absolute make-up clean tissues op de waterbasis zijn gemaakt natuurlijke extracten. Terwijl jouw make-up verwijdert, irriteert, verfrist jouw huid. Deze cleansing tissues zijn uitstekend en te gebruiken om waterproof mascara en eyeliner te verwijderen. Oké, okay. Full size, dit is een full size denk ik. Ja, en die kost €5,05. En dan zie ik hier een Shea Masker. Deze. Ik hoop dat je hem een beetje kunnen zien. Ik doe mijn best. Ik heb van die lampen, maar die heb ik nu nog niet binnen. Mijn man heeft ze besteld en gekocht. Dus ja, ze zijn onderweg. Dus wie weet, bij de eerstvolgende video's heb ik wat beter meer licht. En dan kunnen jullie wat meer zien. Dat is voor jullie wat makkelijker en voor mij ook. Oké, het is dan wel meer met opzetten. Maar daar heb ik het gewoon. Dat doe ik gewoon met liefde. En dat vind ik altijd leuk om te doen. En filmpjes ook. Dus vandaar. En deze is. Hydrateert,
Conlien Aloe Vera maskersoort door uw huid extreme vochtboost te geven. Deze kost €30,80. 10 maskers van 25 gram. Dus dit is een van de 10 maskers. Daar ben ik ook benieuwd naar. En het laatste, die heb ik als laatste bewaard. Dat is... Deze. Dat is de Pore Professional. Hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dan moet ik wel zeggen, nou hoop ik... iedereen heeft het erover. En hier, kijk. Dat laat zien hier. Laten ze het ook zien. Hebben ze ook weer wat anders en zo. En ik ben er heel benieuwd naar. En ik hoop dat het deze sample doet wat het zegt. En het minimaliseert. Sorry, neem me niet kwalijk. Snel het zichtbaarheid van de poriën, fijne lijntjes en extreem zachte gladde huid. Breng deze zijde zacht licht balsem aan op de huid over of onder uw make-up heen. Oké, dan ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Dus deze ga ik zeker ook testen. Kijken of ik hem even eruit kan halen. Ik kan laten zien. Dan laten ze precies zien hoe het moet. En zo ziet hij erin. En dit is hem dan. En ik ben wel heel nieuwsgierig. Dit is wel... De full size kost, ja, die is best wel duur. En die is dan ook weer niet in Nederland te verkrijgen. Wel, misschien bij Douglas online. Die heeft tegenwoordig ook Benefit. Dus je kan daar gaan kijken. En adviesprijs is €33 en dan heb je 22 milliliter. En dit is geen 22 milliliter. Dit is... Staat er niet op. Oh jawel. 30 milliliter. Sorry, neem me niet kwalijk. Dus ja. Al dus benieuwd. En ja, de box was best wel vrij laat. En ja, zoals sommigen misschien gehoord hebben of gezien hebben. Zijn er best wel wat problemen geweest. Met de box van weer met je word je helemaal, word ik helemaal gek van. Zit is ook een beetje lang geduurd en waren er ook heel veel commentaar op. Dit is de enige box die ik nu binnenkrijg, want ik heb de andere twee boxen heb ik opgezegd. Het werd een beetje te veel en ja, ook een beetje op de kleintjes letten en ik moet natuurlijk nu ook helemaal door die voorraad heen. Dus ja, ik ben ook bezig met heel veel met opruimen nog steeds. En ik ben van de week bij de dokter langs geweest. En toen ben ik ook naar Ethos geweest. En daar heb ik twee nieuwe producten gehaald. En dat is de Mineral Skin Cream Anti-Veroudering Transformed Verzorging. Dat is deze. Daar was ik heel benieuwd naar. Ik had het bij heel veel bloggers vlog gezien en gelezen. En dit is de tube. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. En ik wilde het ook heel graag testen. Ik ben ook op zoek en op jacht naar die Michelin dinges. Die ook Bioderma. Was ik ook heel erg nieuwsgierig naar. En daar ben ik ook op jacht naar. En ik heb de anti-veroudering transform verzorging. Mineral skin cream voor de ogen. Dat is deze. Ik ben daar super nieuwsgierig naar. Dit is het tubetje. Nou heb ik hem schuin. Nee, niet op zijn kop, gelukkig.
Dit is hem. En ja, ik ga er foto's van maken en reviewen. En toen heb ik ook nog deze bronzer gekocht. Ik vond hem heel mooi. Als je het goed kan zien, want hij is best wel heel erg shimmer. En als je de één koopt, is de tweede voor de helft van de prijs. En dat is deze blush. Die vond ik wel heel gaaf. En de Skin Eye Cream. Die is normaal €13,99. Dat is ook, geldt ook voor de andere cream. Cream. Wat het ook mag zijn. Normaal €13,99. En nu waren ze €9,99. In de aanbieding bij de Ethos. Ik weet niet of het nu nog zo is. Als ik deze video online zet. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ga in ieder geval wel kijken. Ik hoop dat het de moeite waard is. Ik ga het zeker testen. En zeker uitproberen. En ja, misschien nog wel de eerste indruk geven. Het is wat jullie willen. En de brushes die waren €4,99. Nou, en dan kreeg je de tweede voor de helft van de prijs. Dus ik. Dus de make-up was €2,50. Kreeg ik korting. En bij de crème kreeg ik €8 korting. Dus het was totaal €10,50 dat ik korting kreeg. En dat is zeg maar mijn aankoop in. In de Ethos. Nou ben ik vandaag, om eerlijk te zeggen, niet zo leuk geweest. Maar ik ben weer naar de Primarkt geweest, zoals jullie kunnen zien. En daar heb ik het volgende gekocht. Ik haal de bon haal ik erbij. Ik heb hier een shower cap gekocht. Het is altijd wel makkelijk als je zeg maar bijvoorbeeld... gedoucht heb en ja, en ik wil dan nog niet mijn haren wassen, of het is dan nog niet de derde dag of de vierde dag dat ik mijn haar kan wassen, dan kan ik die muts op doen. En, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn husband, mijn hubby, zeg ik dan maar. En deze was €2. Ik vond hem heel leuk. Nou zag ik ook een heel leuk, schattig mini portemonneetje. Ik vind hem echt heel erg leuk. En ik zit nu in de knoei. Maar dat zal wel goed zijn. En dat zal wel goed komen. Dit is hem. Dan zit ik nog steeds in de knoei. En dat komt door dat touwtje. Die eraan zit. Dit is hem. Hier zit nog een ritje in. Daar kan ik zeg maar iets kleiner geld in doen. En hier ook. Maar ik vond het wel leuk misschien om mijn visitekaartjes erin te doen. Dan blijven ze mooi en netjes. Daar heb ik hem eigenlijk voor gekocht. En deze was €4. Nou heb ik ook weer een... de vorige keer had ik die paarslipsen gekocht. En ik heb nu ongeveer een nude, ja, een nude kleur, roze-achtig. Ik weet niet of je het kan zien, het is heel moeilijk. Laat ik het even zo doen. Oké, ik laat nu mijn mobiel vallen. Dit is hem. Ik hoop dat je het goed kan zien. En die kostte €2. En deze heeft geen naam. Maar ik vond hem wel heel mooi. Ik heb hem uitgetest op mijn hand. Daar zo. En ik vond hem heel mooi. Ik kan hem ook even laten zien misschien. Misschien is dat wel handig. En ik moet je eerlijk zeggen. Bij de vorige lipstick. Die paarse. Die bleef best wel vrij lang zitten moet ik zeggen. En dat voor die €2. Dan was ik natuurlijk vergeten foto's van tevoren maken voordat ik hem op mijn lippen ging doen. Dus sorry daarvoor. Ik wil het alsnog doen, maar dan
doe ik deze kant en dan zien jullie niet die kant die ik gebruikt heb. Dit is hem. Dus een mooie nude. Ja, een beetje pinky, oudroze, nude-achtige kleur. Ik ben daar heel erg blij mee. En ja, iedereen is wel gek op UX, maar niet iedereen kan ze kopen. En ik vond deze zo schattig en een beetje op UX lijken. Dus ik heb deze gekocht. Het zijn sloffen met een iets hardere zool. En ze lijken een beetje op de UX, vind ik. En ja, lekker warm met deze winter. En deze waren maar 5 euro. Leg ik even op de grond neer. En toen ben ik ook naar de sieraden geweest. Daar heb ik een leuke ring gezien. En die wilde ik. Ik vond hem zo leuk dat ik dacht, ik neem hem mee. Het is wel een beetje fantasy-achtig, maar ja, ik vind het wel heel leuk. Dat is deze. Zoals jullie kunnen zien was die 2,50. Dus een prijs niet meer te noemen. Het is een beetje ja, blaadjesachtig. Even te zien. Zo ja. En ja, ik vond hem wel heel leuk. Zo. Ik vond hem wel heel schattig. En toen had ik nog 2 kettingen. Ik vond deze wel heel leuk. Deze is weer heel anders als die ik toen daarvoor gekocht heb. Als je wat hoort, dan is het de kat die aan het spelen is met zijn popje. Deze, ik vind hem heel erg mooi. En ja, het staat bijna overal bij. En deze was maar 8 euro. Dus ja, ik kon hem niet laten hangen. Maar dan ben ik ook gek op sieraden hoor. Dus en toen had ik nog een ketting. En die vond ik ook zo leuk. En ik zie dat ik iets even wat vaster moet zetten. En die is wat chiquer. En die vind ik wel een beetje vintage-achtig. Dat is deze. En deze was 5 euro. En ja, ik vond hem zo leuk. En ja, je kan hem in de winter, maar ook in de zomer dragen. En je kan hem casual doen, je kan hem chic doen. Je kan hem allerlei manieren dragen. Zoals deze. Als jullie daar outfits van willen zien, dan wil ik dat graag laten zien. Maar geef het dan even aan hier beneden in de comments. En ja, dan ben ik heel nieuwsgierig wat jullie gekocht hebben in de Primarkt of in de stad vandaag of van de week. Want ik ben ook wel heel nieuwsgierig en ik vind het ook wel heel leuk om te zien wat jullie gekocht hebben. En altijd leuk om te zien die filmpjes te kijken. En ik kijk er ook heel graag naar. En ja, met mijn bakje koffie of mijn bakje thee. Nou ja, een beker koffie of een beker thee. Dus tegenwoordig geen klein kopje meer hier in huis. En ik vind het zo leuk om het te doen. Sorry daarvoor, ik had even dorst. En ja, ik zou zeggen, geniet van het weekend. En ik zou het ontzettend leuk vinden als jullie hier beneden de knop indrukken van geabonneerd. Dan kunnen jullie altijd de eerste zijn van mijn filmpjes te zien. En ik dacht dat mijn husband naar binnen kwam. Maar dat is dus niet zo. En, nou, dit is de gemouw van Jin. En ik wil hem wel even laten zien. Kom eens even hier. Dit is onze doerak. Onze Jin. Die altijd op de foto staat. Hé? Hey? Ja. Zeg maar hallo. Hij heeft er geen zin in. En ja, we hebben dat doosje van de Klossiebox, dat overdoosje. Grote kat, maar het moet in zo'n klein doosje passen allemaal. Goed. En ja, het opruimen gaat goed. Op mijn werk gaat het ook redelijk goed. Dan ben ik heel druk bezig
met de nieuwe klant. Ik weet nog niet of ik daar mag over zeggen. Ik ga daar wel over informeren of dat kan. En als dat kan, dan schrijf ik er een artikel over in mijn blog. En ja, heb je suggesties, tips, tricks, wat jullie willen zien? Ja, leuk om te zien en tot de volgende keer. En ik hoop dat dit filmpje niet al te lang was, maar ik vond het wel leuk om te doen. Doei!